Goedemiddag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland, maar ook gaten tussen de bewolking, dus de zon scheen ook van tijd tot tijd. In het noorden kon de zon flink schijnen, maar er vielen ook de meeste buien. Vanavond lossen de meeste buien op en dan houden we de opklaringen over. De temperatuur ligt halverwege de avondgrond een graad of drie en in de nacht daalt die tot rond het vriespunt. Er kan nevel of een mistbank ontstaan en daardoor kan het ook plaatselijk glad worden. Er staat weinig wind. Morgenochtend beginnen we met van tijd tot tijd zon. Later op de dag zien we de bewolking iets toenemen, maar het blijft eigenlijk overal droog, heel misschien op de Waddeneilanden nog een buitje. Verder trouwens morgenochtend in het noorden nog wel enige tijd bewolking. Zaterdag begint de dag met zon, later op de dag neemt de bewolking toe en vanuit het zuiden gaat het dan regenen. De meeste regen komt waarschijnlijk in de avonduren. Zondag wordt ook een wisselvallige dag, en doordat de atmosfeer wat kouder wordt, kan er dan ook af en toe natte sneeuw bij zitten. Temperatuur in het weekend 5 tot 7 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.